Het schooljaar op RSG Simon Vestdijk in Harlingen begon dit jaar wel heel bijzonder. Bijna 1000 leerlingen luisteren woensdagochtend aandachtig naar een speech van Irene Wüst. Ja, dit is een hele mooie, bijzondere start van het schooljaar. We wilden het schooljaar gewoon goed starten. Dus vandaar dat wij meervoudig Olympisch kampioen Irene Wüst hebben uitgenodigd om de leerlingen wat te vertellen over tegenslag, motivatie en haar ervaringen op school. Het was een inspiratiesessie om leerlingen na de coronaperiode weer vol goede moed het schooljaar in te laten gaan. Het lijkt natuurlijk met mijn carrière, met zeg maar 6 Olympisch goud, dat het alleen maar van een leien dakje gaat en dat je nooit tegenslagen hebt. Maar ook, ja, net als ieder mens heb ik daar ook mee te maken in mijn leven. En misschien dat het de jongeren kan helpen doordat ik daar open en kwetsbaar over ben. Dat ze daardoor erkenning krijgen en ja, dat ze kan helpen of om hulp te gaan zoeken of te denken van ja, weet je, Irene heeft er ook last van gehad, maar is uiteindelijk wel 6-voudig Olympisch kampioen, dus ik kan het ook. De inspiratiesessie van Wüst op het Simon Vestdijk was onderdeel van een breder geheel van sportjournalist Barbara Barend. Met haar zelf opgezette Project Comeback gaat ze met meerdere topsporters naar verschillende scholen. We hebben ook als coach bijvoorbeeld Roy Meijer, een judoka, en die vertelt dan aan de leerlingen dat hij ziet dat zijn moeder in elkaar geslagen wordt en dat ze vluchten naar een blijf aan mijn lijfhuis. En we waren laatst op een school en toen gingen er 3 handen omhoog. Ik ook, heb ik ook gehad. En toen zei er één, ik woon op dit moment niet meer thuis, want ik ben zo mishandeld. En dan, ja, verschrikkelijk. Maar dan zie je ineens dat zo'n klas met elkaar gaat bonden en dat ook een mentor begrijpt waarom gebeuren hier dingen. En wat we dan ook doen, we zijn met een jongere coach en dan gaan we daarna met ze verder praten. Nou, over thematiek die ze belangrijk vinden. En de herkenbaarheid, de sporter is ook een mens. Ja, dat maakt het heel belangrijk. En er ontstaan soms hele heftige dingen. Maar dat is wat we ook bespreekbaar willen maken. Dat het allemaal oké is, dat je hulp kan zoeken. Topsporters zijn heel eerlijk over hulp zoeken. Dat is heel mooi. Die zijn open over, ik spreek met een psycholoog, ik heb dit meegemaakt. En we proberen ook altijd te benadrukken natuurlijk hoe leuk en belangrijk sport is.